Kinderen moeten niet meer uit het hoofd leren, is de zienswijze van minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij bracht vanmorgen haar eerste werkbezoek aan het district Kommerwijnen. Het ministerie zal samen met de leerkrachten kijken naar andere vormen van onderwijs. Het gaat in deze om onderwijsvormen waarbij de leerlingen veel zelf mogen uitzoeken. Ik ga zien, als je ze die kans geeft, dan gaan ze het doen. En als u uw repetities op een andere manier opstelt, we gaan u wijzen hoe. Want wanneer je niet uit het hoofd moet leren, wil je toch weten of ze begrijpen wat ze doen. We gaan u wijzen. En we zijn niet alleen. Net als COVID de hele wereld heeft overgenomen, heeft deze manier van leren ook de hele wereld overgenomen. Deze manier van leren is overal in de wereld, dus ik heb kunnen afkijken. Ik heb ook mogen meedoen in Peru, in Brazilië, in Panama, overal. Ook in Holland. Snap je, toen ik daar op de kweekschool zat, was dit al, en dat is echt heel lang geleden, was dit al aan de orde. Je hoeft het niet uit het hoofd te leren. De bewindsvrouwen wijst erop dat meetmomenten op school, zoals repetities en examens, niet bedoeld zijn om de leerlingen te pakken. Het is volgens Levens de bedoeling om na te gaan of de leerlingen erin zijn geslaagd terug te vinden wat ze zoeken. Het onderwijs moet kinderen meer in de gelegenheid stellen om dingen zelf op te zoeken, in plaats van dat ze alles uit het hoofd leren. Als wij ze vragen van, zijn er banken voor de kust van Suriname? Dan moeten ze als eerste kunnen zeggen, ja, ze zijn er. Waar zijn ze dan? En dan kijken ze naar het teken, kleuren ze het voor je op die kaart. En wat doen die banken? Hoe komen ze daar? En dan mogen ze het op hun eigen manier invullen. Maar ze mogen ook kijken in het materiaal dat ze eerder gehad hebben. Is dat afkijken die? Want als je het niet weet, vind je het niet. Dus er zijn zoveel vormen die we gaan introduceren die te maken hebben met ze hoeven het niet uit het hoofd te kennen. Dat is de grootste wijziging die gaat plaatsvinden vanaf de kleuterklas tot de zesde klas. En wat we daarna willen doen, dat is nog een discussie die ik met u moet voeren, is blijven zitten is niet nodig. Minister Marie Levens vanmorgen tijdens haar eerste werkbezoek aan Kommerwijnen. Ze geeft tenslotte aan dat bepaalde door te voeren veranderingen in het onderwijsproces afhankelijk zullen zijn van zaken, zoals de locatie.